Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 10-10-2018, ook weer een leuke datum. Boe! 13:49 uur. Ja, gaat allemaal lekker zo. Ik open deze vlog heel laat, ik weet het. Maar ik heb weer vreemd, gek, leuk. Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Nee, ja. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Goedemiddag, lieve buikwandcorrectiedagboek. Het is vandaag 10-10-2018. Het is nu 13:50 uur. Ja. Ik heb vanochtend het ziekenhuis gebeld. Toen kreeg ik dus te horen dat ik dus vandaag word gebeld. Ja, wat ik dus net al zei in mijn introotje. Ik had dus... Nou ja, raar gek nieuws, inderdaad. Ik heb dus vandaag het ziekenhuis gebeld. Twee keer. Ik word einde van de middag gebeld voor waarschijnlijk een afspraak voor de OK. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik me moet voelen. Enigszins ben ik blij. Anderszins, stressniveau zit even, voor mijn gevoel, even boven de 10. Huilen, dat zat ook wel even nader. Lachen ook wel. Maar het is puur nu even de spanning. En als ik tegen spanningen kan, zullen jullie dat afvragen? Nee. Spanningen kan ik helemaal even nou niet hebben. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Ik ben nu even lekker onderweg naar Ro. En zijn begeleidster. Dus dat ga ik nu eerst even lekker doen. Misschien even mijn verstand even op nul kunnen zetten. Dus ja, zo'n operatie, dat is niet niks, weet je. Het is toch wel weer toch wel een groot risico. Hoe ga je eruit zien? Ik leef nu alweer bijna. Vanaf 2014, oktober 2014, heb ik mijn maagverkleining gehad. Nou ja, ik leef dus nu al 4 jaar zo, weet je. En dan in één keer straks en die overtollige huid weg. Ja, dat is even pittig. Ik ben er wel blij mee, daar in ieder geval. Maar het is toch wel weer een hele grote verandering. En trouwen ook wel, maar het is toch weer even wat aan je eigen lijf. Ja. Ik weet ook even niet hoe ik het anders moet formuleren. Nee. Dus ja, dat. Weet jullie wat het gewoon is? Ik wil gewoon eigenlijk gewoon datum hebben. Dan weet ik tenminste wat. Dan kan ik daar ook naartoe leven. Net zoals in met de bruiloft. En dan hebben we ook gewoon een datum. Dat is gewoon 11 december. Maar met de operatie, ik heb nog geen duidelijkheid. Ik heb nog geen datum. Dat is het enige wat ik wil, gewoon een datum hebben. Maar ja, dat is nu wachten op het ziekenhuis. Ja, wachten. Joepie. Of ik daar zin in heb, wachten. Ja. Ik in wachten. Helemaal niet. Ja. Hey, lieve beste allemaal. Hij is er ook. Ja. Zo blij was ik niet vandaag. Nee, hij ook niet. Niet helemaal, nee. Nee, hij is een ziekies. Maar dat wisten jullie al, had ik al gezegd. Maar jullie wisten ook dat mijn schoonvader de betaling had gedaan voor mijn buikwandcorrectie. Omdat mijn schoonvader dus ook nu werkt op school. En ik hem dus noem bij zijn naam, omdat het dus op het werkvloer is. Dus noem ik hem gewoon bij zijn naam Chris. Daar is hij dus niet zo van gediend. Dus heeft hij doordat zonder boefbaf de betaling weer teruggedraaid. Dus teruggevorderd. Doordat er gaat weer eerlijk zijn, hebben we dus een hele lieve gulle gever.
Die is zo lief geweest om toch de bedrag te betalen. En we hoeven daar niks voor terug te doen. Dus, dankjewel. Het wil anoniem blijven, dus daarom noem ik ook geen namen. Dus, mocht je kijken, dankjewel. Ik ben er blij mee. Ik ook. Hij ook. Dus ja, het is een beetje donker. Duistere praktijken. Heel duister. Dus hij heeft het steenkoud. Ja. Arme ziel. Koud als koude stenen. Ja. Onder een laagje ijs. Dus ja, het is morgen bellen naar het ziekenhuis. Even kijken hoe en de wat. En als het erop is, even wat ik al zeg, morgenochtend bellen. Als het er geld op staat, waar te betalen. Het liefst gewoon ergens in het ziekenhuis bij de centrale kast of zo. Ja. Zodat het gelijk eigenlijk is. Zodat ze mij gelijk in kunnen plannen, hoop ik. Dus dat is morgen de planning. Ja. Want anders had ik dus vandaag al een datum gehad. Ja. 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 Dus ja, we houden jullie op de hoogte. Maar bij deze willen wij jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze rotvlog. Ja. Doe vooral een duimpje omlaag. Niet omhoog, maar een duimpje omlaag. Laat geen reactie achter. Laat helemaal geen reactie achter. Abonneer ook niet op dit kanaal. Jawel, dat wel. Dat wel. En doe ook niet het belletje aan. Jawel. vooral als je juist op de hoogte wil blijven. Precies. Doe vooral een belletje aan en abonneer ook even op deze kanaal. En deel deze kanaal even via social media. Ja, dat is handig. Top. Dank jullie wel voor het kijken en tot morgen. Tot morgen. Doei.